Het tekort in de zorg blijkt veel groter dan gedacht. De accountant van de gemeente waarschuwde eerder al dat de interne controle hiervan binnen de gemeente niet op orde is en dat adviezen hierover niet zijn opgevolgd. Matthijs Loor legt uit wat de auditcommissie hier voor risico's inziet. De auditcommissie is aangesteld door de gemeenteraad om het proces van de financiële besluitvorming te bewaken en te begeleiden. En in die hoedanigheid is de auditcommissie dus ook de opdrachtgever van de accountant van de gemeente. En proberen wij eigenlijk te zorgen dat stukken die de raad krijgt over financiën, dat die begrijpelijk zijn. En dat daar de goede informatie in zit voor de raad om beslissingen te nemen. We hebben vanavond een debat gehad in de gemeenteraad, waarbij het ging over het tekort ook in het sociaal domein. Met name de behandeling waar de accountant van Deloitte ook bij aansluit met betrekking tot de board letter die zij de gemeenteraad hebben doen toekomen. Waar al flink gewaarschuwd werd over het tekort in het sociaal domein. En als auditcommissie wilde u daar nog wel extra toelichting op. Wat waren met name de zaken uit die board letter waar u zich zorgen om maakt? De board letter geeft eigenlijk aan hoe het staat met de controle van onze financiën. Dus het tussenrapport van de accountant. En in de board letter kwamen een aantal stevige waarschuwingen naar voren. Onder andere als het ging om het sociaal domein. En in hoeverre we nou als gemeente goed grip hebben, goed zicht hebben op wat daar gebeurt. Qua kosten, maar ook qua kwaliteit van zorg bijvoorbeeld. De accountant geeft aan dat we als gemeente toch wel heel erg afhankelijk zijn van externe partijen als het gaat om de informatie over de kwaliteit en de rechtmatigheid waarmee zorg wordt verleend. En de accountant heeft ook een aantal adviezen gegeven, ook eerder al, aan de gemeente hoe we die controles zouden kunnen verbeteren. En daarmee kunnen we betere grip krijgen op kwaliteit, maar wellicht ook een betere grip krijgen op het bieden van de meest passende zorg aan de Arnhemmers. Er zijn een aantal dingen, met name als het gaat om de borging van financiële systemen. Dat zit allemaal heel diep in de techniek hoor. Wie keurt wat goed en op welke manier is dat automatisch geborgd of moet dat handmatig gecontroleerd worden? En er moet in de Arnhemse financiën veel handmatig gecontroleerd worden. En daar is de accountant nooit zo heel blij mee. En daar geeft hij inderdaad regelmatig advies over. Ja, met als negatief gevolg nu, dat vanwege informatie die we hadden, we halverwege het jaar nog ongeveer dachten van nou 6,4 miljoen tekort sociaal domein. Nu ruim 13. Als dat natuurlijk stabiel voortkabbelt is niet zo'n probleem. Dat blijkt het nu wel te zijn. De accountant had dezelfde informatie als de raad. Hè? Dus we gingen uit van een tekort van 6,4 miljoen. Afgelopen week is duidelijk geworden dat het gaat om 13 miljoen verwacht tekort volgend jaar. Dat is natuurlijk een fors bedrag. En het is inderdaad een hele belangrijke vraag. Maar goed, dat is een vraag die de accountant ook niet kon beantwoorden. Die wij als auditcommissie uiteraard niet kunnen beantwoorden. En die echt aan het college van BNW is. Hadden we dit nou niet moeten zien aankomen? En hadden we niet meer uit onze informatie kunnen halen bijvoorbeeld? Of de kennis die we hebben van wat er binnen het sociaal domein allemaal gebeurt beter kunnen benutten. Na het reces zal de gemeenteraad met het college in debat gaan over de ontstane tekorten in de zorg.